Welkom bij Planet Europe. Guinness. Klavertje 3 en heel veel groen. Nou, je raadt het al, we zijn in Ierland. Om precies te zijn, de hoofdstad van Ierland, Dublin. Elke aflevering heb ik iemand bij me om het land te ontdekken. Voor deze aflevering hebben we onze Nathalie. Ja, en ik ben heel erg benieuwd wat we hier in Ierland gaan ontdekken. Ik heb een klein beetje Iers bloed, maar ik ben hier nog nooit geweest. Nou ja, we gaan samen kijken hoe de jongeren in Ierland leren, leven, werken, uitgaan, alles. Mijn charmante Nathalie die gaat de aankomende dagen logeren bij een typisch Iers gezin. En dan ben ik heel erg benieuwd naar hoe zij dat zal ervaren. Want dat ga je natuurlijk van heel erg dichtbij meemaken. Ik weet niet, misschien kom ik bij bejaarden, misschien kom ik bij kleine kinderen. Ik heb geen idee, maar ik hoop dat ik bij mensen van mijn leeftijd kom. Dat ze echt kunnen laten zien zoals de jongeren hier in Ierland leven. Er is geen weg terug. Het kan ook tegenvallen. Dat kan. Het spannend vinden? Ja. Ja? Het zijn leuke huisjes, maar ik weet niet wie erin woont. Het ziet er in principe wat mij betreft nog goed uit. Ja. Nou. Hallo. 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 Nice to meet you. Nice to I'm Nathalie. Hallo. Hi. Mohamed. Mohamed. Oké. Mohamed, pleased to meet you. Nou, Nathalie, wacht even voordat je naar binnen gaat. Je Moet krijgt nog iets mee. Kun je even binnenkijken? Nee. Dat komt later wel. Oké. Je krijgt van ons... Je krijgt van onze camera, ja. Zodat je al die beelden kunt vastleggen. Ga ik doen. Ja? Ga ik zeker doen. Dankjewel. Nou, jij ook succes. Nou, is not coming in. No. I'm not. Not today. Oké. Maybe later. Doei. Hallo. Hallo. I'm David. David. Nice to meet you. My mom's very Catholic. She has all her Catholic bits around. Hey. Hi. Hello, my name is Steven. Nice to meet you. It's a result. This is my sister's room. She's tidying. Hello. Oh, basic. Het ziet er goed uit. Lekker bedje. Ik zie nog wat televisietje. Nice. Nee, ik ga geen beer afslachten. Ik ga hier een sport beoefenen hier in Ierland. Het heet hurling. Snelste veldsport ter wereld. En het wordt ook alleen maar in Ierland gespeeld. En ik ga meedoen met een aantal hurliers. Dus, Kom op, jij leeft. Ja, ik ben weer te laat. Nou. Hello. I was gonna have a crack of playing hurling with us. Nice to meet you guys. Ball! Ball! Okay. On the ground! Ball! Where are you pulling? Ball! Komt ie jongens, komt ie. Ik ga kippen. Zonder een tok. Wow. Ik doe 3 ballen, laat ik nog kunnen tegenhouden. Maar dan hoef ik maar 1 bal fout te gaan. En hier was ik geloof ik niet voor verzekerd. Ja! Zoals je ziet worden ze allemaal hard gemaakt. Hey, Mo, ketel. Ik moet naar beneden. Hey, je ziet het, is gewoon alsof je in het leger zit. Hoi, again. Was that good or bad or? In the middle. You're not a goalkeeper. I'm not a goalkeeper. You're not a goalkeeper. I agree with that. Hey. But can I play also Sunday? Yes, as you can play on Sunday if you want. Okay. Thank you very much. Hey. See you Sunday. Okay. Hey. Okay. Ik mag meedoen zondag. Op de bank in ieder geval. Die garantie heb ik. Oké, ik ben dus echt nog maar net in Dublin. En ik ga gewoon nu, ik word mee de stad ingenomen. Dus ik ben heel erg benieuwd. We staan nu in de lift en we gaan zo naar buiten. Ik volg ze gewoon en ik laat gewoon over me heen komen. Het is trouwens wel echt een chaos in het verkeer. Niet alleen files, maar ook echt alles rijdt hier door elkaar. Wat dat betreft lijkt het meer op India dan Nederland.
ben nu op het Tempelbarplein. En hier is het echt druk. En zoals je ziet alleen maar cafeetjes. Oké, ik denk dat ik gauw achter die andere aan moet. Voordat ik hier echt ondersteboven gelopen word. Ah, gelukkig, daar zijn ze weer. Nou, van dit beeld. Nou, natuurlijk zo'n auto. Zeg misschien al genoeg. Nou, we hebben een taxi gevonden. We gaan nu naar huis, want ik ben heel erg moe. Dus ik ga lekker slapen. Mijn eerste nacht in Ierland. Ik krijg nu vandaag dus voor het eerst een Iers ontbijt. En ik ruik al wat vreemde dingen beneden in de keuken. Dus ik ga zo meteen maar eens even kijken. Ik hoop echt niet dat ik allemaal gefrituurde weet ik veel wat krijg. Want daar hou ik 's ochtends echt niet van. We go to Moore Street. Yes. The city centre. It's a sort of a market street. It's a sort of an ethnic community now in the area. So it is totally different than what it used to be years ago. Bye. Oh yeah. Ik kan maar niet gewennen dat die auto gewoon rechts bestuur heeft. Can you tell me something about Moore Street? Moore Street is very old, and the stalls have been handed down from generation to generation. It has changed over the years as well. But there'll be a lot of different nationalities now. Good morning. Familie Harris. Ja, dank je. Je moet eens kijken, kom eens. Hier staat de Evening Herald. Gewoon in het Engels, hè? Hier. Polski Herald. Ik neem aan dat het gewoon Pools is. Dat is toch raar? Excuse me. This is the Evening Herald. A small question. You walk away. You can walk away from me. This is the Evening Herald, as you can see. Yeah. And this is Polish. I don't speak Polish. Neither I. Okay. But can you explain me why Polski Herald in this Evening Herald? I have no idea. But you see the Polski Herald. Yeah. Can you explain that? No. It's the Polish section of the Evening Herald for the Polish people. I mean, but we are in Dublin, it's Ireland. Yeah, oh, there's loads of Polish people living here, so... That's the reason? Yeah. The Polish Express, hier moet ik zijn. Come in, please. Yes, thank you very much. Welcome, how are you doing? So, welcome to our offices of Polski Express, the Polish magazine in Ireland. What would you like to know? How many Polish people are here in Ireland? Approximately, there are 200,000 Poles living in Ireland. 200,000? That's a lot. Yes. Especially for a country like Ireland, where there are only 4 million people living. 200,000 Polish people are at the moment. And do Polish people get along with Irish people? Is there a match? No, you know how it works. The better you speak English, the more you integrate, the more you're involved in activities, the more you go to the cinema, and the more Irish friends you have, of course. Yeah. But when your language is somehow limited, you stay with Polish people in these ghettos, you know, you work with Polish people, you
live with Polish people, your girlfriend is Polish, you yes. know, so it's hard to say. It depends on many, many different aspects. And how are Polish people portrayed in the Irish media? I'd say that the picture of Polish community here in Ireland is still very optimistic, positive. We seem to be like hardworking, dedicated to our work, skilled, you know. So yeah, I'm pretty happy with the image. My parents has they're all from Morocco. Mm-hmm. My whole family are now in Holland. The first plan was just earn money and come back and get back in Morocco. No, never happened. No. Mm. The same story here. Like people are coming here for 2 years and they are saying we'll earn money and come back. And then we go back. Yes, yeah. But then they are like, it's quite nice to live in here. Dovizale. 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 Nice to meet you. Okay. Bye. Bye. Dovizale. Dovizale. We zijn hier dus in de muziekschool hier in Dublin. Want Steven die speelt daar in een band, in een grote band. En die gaan dus zo meteen optreden bij de voetbalwedstrijd van vandaag. Ze lijken trouwens heel erg rustig. Volgens mij is niemand echt zenuwachtig. Terwijl dit dus echt in Dublin een heel groot ding is. You are gonna play an instrument in, yeah, in the band. What the clarinet. Do you play? The clarinet. Okay. And are you nervous? No. No? My name is Killian Ford. Okay. I'm a representative on Dublin City Council for Sinn Féin. I was elected in 2004 along with six other very young colleagues who are members of this city council itself. I'm also a member of Ogra Sinn Féin, which is the young section of the bigger party. Ireland, as we all know, is divided in two parts. Correct. You have the Northern Ireland and you have the Republic of Ireland. Yeah. But Sinn Féin, what's the target of Sinn Féin? They would like to have one nation, or? Yeah, we look at Ireland as one sovereign country. It makes sense. I mean, we want no interference from the British government, who are still, in our view, illegally occupying Ireland. And as such, that's why we want one nation. As an outsider, when I think about politics in Ireland, I almost think about the ERA. Yeah. And the bombing and yeah. the violence. Mm. How's it going? How come you think of that? Probably because that's all it was ever media. Reported. Yeah, I mean, you know, it's interesting for the media to report the violence, but not so interesting for them to report the complications of the politics of the situation. I mean, I only look at other conflicts, and it's until you actually study a conflict you actually understand it. I mean, if you ask anybody in Ireland what's their opinion or otherwise, or the Basques, they wouldn't be able to give an informed opinion. Why? Because they don't know. They only hear when ETA lets off a bomb, they only hear when a civil guard gets shot, etc, etc. So you're 100% involved with the Sinn Féin? Correct, yes. Okay, yeah. So you must have a shirt, Sinn Féin or something? No, I don't know Sinn Féin shirt. I've got a Morocco a Morocco t-shirt. Morocco? Morocco no. t-shirt, yes. There you go, Morocco. So, there you go. I think you're more a Moroccan than a Sinn Féin. You're a politician. Yeah. And I'm here now for 4 days. Yeah. All the thing that I see is traffic, traffic, and traffic jam. Yes. Okay, here's the problem. Ireland has enjoyed an economic boom like nowhere else in Europe since the 1950s. But unfortunately, at the same time we had that economic boom, the government here decided that they'd keep on cutting taxes. It meant that you can go and buy an extra big, you know, 56-inch TV, a big Audi, blah, blah, blah. But it meant that as a society that we're very, very weak. We have the most appalling public transport system. It's the worst by far. The airports are complete shambles. Yes,
we have the second highest income in Europe after Luxembourg. Yeah. So we're highly critical of the way that the money has been spent because it's obviously given individuals a lot of money, but society has very little money, and that's what we want to change. So how are we going to travel? With a bus or with a car? The quickest way? Yes. Walk. Walk is by far the quickest way. Okay, let's walk. A taxi would take too long in the traffic. A tram that doesn't exist, and a train, they don't exist either. We walk. We walk on a street. Nathalie? Hey, met Mo. Hallo. Zullen we het afspreken? Ja, lijkt me leuk. Is goed. Oké, dan zie ik je om 5 uur bij The Road to God. Wat? The Road to God. Vraag maar even om je heen en dan komt het vast wel goed. Tot zo. Doei. Hoi. Yeah. I'm looking for The Road to God. Do you know where it is? I've heard that. Where are you looking for? The Road to God. Road to God? Yes. We don't know where. No? Okay. I'm searching for The Road to God. Do you know where it is? No. No? Well, thank you. Ik heb Nathalie zojuist naar The Road to God gestuurd. Het zit dus zo. We staan midden op de O'Connell Street, hartje Dublin. Achter mij zie je een monument, de Spire, van 120 meter hoog. De bedoeling was dat het voor het millennium klaar zou moeten zijn. Pas 3 jaar later was het af, dus pas in 2003. Uiteindelijk heeft het ook 4,5 miljoen euro gekost. Met als resultaat ontevreden Ieren. Die vinden het ook oer en oer lelijk. Daar hebben ze ook een paar grappige bijnamen voor gegeven. Nou, stiletto in the ghetto, erection at the intersection en the road to God. Dus ik hoop dat Nathalie zal vinden. Can I ask you something? Can you tell me where I can find the road to God? There? Oh, this is the road to God. It's called the Spire. The Spire? Okay. The Spike for your bike. The Spike for your bike. Hallo. Je bent er. Ja. Je hebt het gevonden. Ja. The Road to God. Dat ding heet helemaal niet The Road to God. Jawel, dat is even de bijnaam. Nee, The Spire. Ja, hij heet The Spire. Niemand hier weet dat The Road to God is. Ik heb het echt aan honderden mensen gevraagd. Oh, nou goed. Dan, dat is altijd. Maar je bent er. Ik ben er. Je bent er. Daar gaat het om. En, hoe gaat het tot nu toe? Ja, gaat wel goed. Zo gezellig in de familie. Ja, dan heb je ook wat mooie beelden vastgelegd. Ja. Wel wat leuke dingen. Wat me als eerste opviel, is dat er dus echt gewoon zo'n 3 hondjes. Ja. En het is net familie Osborne met die hondjes, want die hondjes eten mee aan tafel. Die tellen gewoon mee. Die slapen volgens mij bij hun bed, die zitten op de bank. Die hondjes zijn gewoon, die zijn de baas. En, wat heb je nog meer beleefd? Behalve de hondjes. Ik heb hele jonge Ierse meisjes zien dansen, maar dan dat echte Ierse volksdans. Want ja, ik heb veel gedanst, maar dit had ik nog niet gezien. Dus dat was ook wel heel erg leuk, maar het waren echt kleine meisjes. Ja. Je laat me nu wel van die dansende bewegingen zien. Maar ik weet natuurlijk wel dat jij een echte danseres bent. De professionele. Ja. Ja. Daarom heb ik dus ook voor jou een verrassing. Want vanavond gaan wij naar een echte Ierse dansschool. Echt waar? Ja. Oké. Okay. Nou, leuk. Nou, ik heb al een voorproefje gehad. Oké. Okay, anders ga ik het jou wel leren. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. Fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know, the leaves on the trees are falling to the sound. Now, we're ready to start with Irish dancing. Getting music, or do you want to just go with two and two? Yeah, yeah. She's a dancer, I'm a starter. Okay. You're going to go forward. For two, and back for two. One, two, three. And again. One, two, three. One, two, three. Two, three. Two, three. Back, two, three. Ik heb een coole plek gevonden hier midden in Dublin, waar het oude en nieuwe Ierland bij elkaar komt. Nou, dit was het oude Guinness fabriek, waarvan alles en nog wat gebeurde. Tegenwoordig is het gewoon een plek geworden voor jonge ondernemers om van alles en nog wat op te bouwen. Ik heb zometeen ook gesprek met John Beckett, 25 jaar, nu al miljonair. John Beckett. Yes. 25 years old.
and a millionaire. What's the secret? Hard work. That's the main ingredient. So anyone who's willing to work hard can make money. I work hard, but I'm not a millionaire. Well, it depends what kind of work you do, I suppose. What kind of job are you in? I set up my first business when I was 16, when I was still in school. Yeah. And then when I left school, I decided instead of going to college, I'd continue running the business instead. And that's what I've been doing ever since. You developed a program for students, young students in Dublin, so that they can skip school. So they can't skip school, yeah. It's a biometrics system. So the kids come in the morning and they check in using their fingerprint. And then if they don't come in, their parents get a text message, an SMS, to say that they haven't turned up. I used to skip a lot of school myself, so I used what I knew from skipping school to stop others. What's your opinion about Ireland this day? I grew up in the 80s, like yourself, and Ireland in the 1980s was wasn't a horrible place to live, but it was very, very poor. Nobody had any money. There was no jobs. Tens of thousands of people were leaving and going to America or Europe to try and find work. And now people are coming to Ireland to work. It's the other way around. You know, there's a lot of success and there's a lot of money in Ireland at the moment. Is it because of the EU? I think so, definitely. I think without the EU, Ireland would be nowhere near where we are now. And it's been fundamental to Ireland's success. And how is the balance between rich and poor? The general feeling is that it would be quite an unequal society. There's a lot of rich people, and the gap between the richest and the poorest is quite big. Do you like Yuzu? Oh yeah, yeah. I mean, they're not my favorite band, but I think everyone who's Irish has to like Yuzu a little bit. Okay. Return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like. This is Windmill Lane, yeah. Okay. It's a very famous street. Well, this was U2's first ever recording studio, was here. So where especially? This building over here. Yeah? Mm-hmm. You're 25, you're young, you're hot, you're rich, you're anything, but do you have also ideals? Yeah, well, I mean, I'd feel quite strongly on the issue of poverty as well. I mean, and there's people, particularly Irish entrepreneurs, who in the last 10 years have become very successful. Now, they'd be a bit older, they'd be in their 50s, but they're now going and setting up foundations to help the people in the likes of Africa and mm-hmm. Ethiopia to help themselves. I'd eventually like to start doing that. Use my wealth and influence to try and change the world for the better. John Bickett, I will remember the name. You better. Yes. I would like to have the John Bickett Street. Yes? Maybe someday. Meespelen. Tuurlijk. Ja, denk je? Ja. Okay. Nog een paar minuten, dus alles is nog mogelijk. Ja. Wat zijn je bevindingen van Ierland? Ik vond het leuk. Ik denk alleen dat Ierland niet heel erg veel verschilt van Nederland. Ja, ik vind ze wel heel erg gastvrij. Ja. Ontzettend lief, aardig. Maar misschien af en toe een beetje te netjes of te vriendelijk. Head up! Mikey! De head up! Mikey! No, you're right. Nice. Marker, that's good hurling. Good hurling. Lose your ass. Warm up. Hey jongens, dit was Play Europe. Check de website en graag tot de volgende keer. Ik ga de Ieren poepje laten ruiken. Kun je het vasthouden?